Welkom, dames van Zuro. Dit keer ga ik jullie de plaatsles verzorgen. Mijn naam is Nettie en ik begin met een Tai Chi warming-up. En daarna ga ik met een warming-up voor de bovenbenen. En dan komt de echte Ground Control Pilatesles. Zorg eerst en alle tijd voor veiligheid om je heen, dat je bewegen kan zonder dat er iets omgegooid wordt. Zorg dat je een matje hebt dat goed je ondersteunt. Eventueel een klein kussentje vorm als je rugklachten hebt, dat je die kan gebruiken. Zorg dat je ook iets te drinken hebt staan. En de mobiel moet uit, zodat jij helemaal even met me mee kan blijven doorgaan in de les. En dan gaan we nu beginnen met de Tai Chi, de warming-up van de Pilatesles. We stappen mooi wijd, knieën naar buiten, bekken neutraal, schouders laag. Lengte vanaf stuit naar kruin. Je ademt in. Overhoog. Adem uit. En schep zand over je hoofd. Adem uit. Komt weer. Adem in. Voorlangs. Laat mijn handpalmen zien. Rechterarm achterlangs. En nu links. Adem. En adem in. Adem uit. En zak rechts achterlangs. En mooi die schouders losmaken. Adem op. Adem. En rechts in. En links. Adem in. Overhoog. En zo de bloeden bij de rugspier. De benen. En we worden rustig. En dan gaan we. Blijf. Hou rechterarm voorlangs. En links. Adem op. En dan. Adem in. Adem uit. Adem in. En lang. Adem op. Adem in. En lang. Open. Kijk. En blok. Adem in. Maak lang. Rijker. Open je hand. En adem uit. En in. Gaan we weer. Adem in. Lengte. Open. Adem uit. Adem in. Maak mooi hoog. Rijk. Open. En zak. Laatste keer. En rek. Open. Gaan we van begin. Schep zand over de hoog. Laat je handpalmen zien. En zak. Rechterarm in. En nu. Links. En adem in. En recht. En in. En in. Adem in. En blijf, hou, en dank jullie wel. Keurig gedaan. We gaan door naar de bovenbenen. Je gaat lekker heupbreed staan, tenen licht naar buiten, knieën van slot, bekken neutraal. En je doet jouw ding. Als je te laag gaat en je hebt knieklachten, blijf iets hoger. Als je te laag gaat en je hebt rugklachten, gebruik je handen als ondersteuning. Maar de benen moeten even goed warm worden. Zak. Diep,
op, op en diep. Duw de hielen de grond in. Die tenen kunnen wiebelen. Maar hou je borst op. Singles. Diep. Op. Zak. Op. Diep. Op. Zak. En diep. Zak. Diep. Daar gaan we. Je twee wel. Diep. Diep. Op. En beleef de muziek lekker gezellig. En lekker warm worden. Maar ook een beetje vrolijk. Ja. En diep. Diep. Acht singles. Diep. Op. Zak. En zak. En diep. 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 Daar gaan we weer. Let op. Twee tellen. Go. Diep. Diep. Op. Op. Zak. Zak. En als het lukt, mag je dieper. Zorg dat je de gaten houdt, dat je knieën geen last krijgen. Nee, geen overbelasting. Acht singles. Acht. Zeven. Span die weg. Nek en zak. Kom op. Laag. Op. Laag. Op. Laag. Daar komt ie. Triple pulse. Blijf laag. 1, 2, 3. Op. Work. En work. Yeah. En op. 1, 2, 3. 1, 2. 1 laag. Hou pas. En je duwt vanuit je hielen. En je knijpt de billen omhoog. Zak. Span die weg. Lift die worst. Zak. 8 singles. Go. Diep. Op. Zak. En op. Diep. En. Lekker zak. Span die buik. Denk erom. Buikje doet mee. Ja. Yeah. Let op. Triple pulls. Go. Work. 2. 3. Ja. Yeah. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1 laag. 3. Nee, span, go. Diep. Diep. 8 singles, go. Diep. Op. Zak. Op. Diep. Op. Diep. Triple. Go. 1, 2, we zijn er bijna, handvol. 1, 2, you can do it. 1, 2, 3. En dan komt je onderin de pulsjes. 8 maal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, leg. Hop. En schud even lekker los. Top gedaan. We gaan nu op de grond. En de benen. Mooi, lang naar voren. Zorg dat je iets voor op je matje zit, zodat als je achterover rolt, dat je hoofd op matje is. Je pointje tenen. Pilates werkt namelijk met lengtes. Je hebt lengte in je rug, lengte in je benen, maar ook lengte in je armen. De koorspanning is heel belangrijk. Koor is een benaming voor buikspier, navelin, bekkenbodemspier, of je plassen moet aangespannen, en de bilspier. Dat is jouw koor. Je ademt in je flanken, je ribben, zodat je je koorspanning goed aangespannen kan houden. En je ademt in dit gedeelte, het ribbenkast, en daardoor kan jij blijven ademen. Ademhaling is erg belangrijk in deze les. We beginnen met roll down. Je ademt in, je maakt eerst lengte. Dan kantel jij je bekken, je rolt je rug mooi af. Je maakt even lengte, maar net niet op de grond. Handen boven je schouders. Je lift jezelf op. Je maakt lengte, adem in. Dan kom je naar voren. Adem uit. Ronde rug. En je geeft ruimte tussen die wervels. Je ademt in. Zit. Adem uit. En probeer goed je rug af te rollen. Doorbloed je wervelkloof. Je ademt weer op. Lengte. Adem uit en kom weer mooi rond naar voren. En als het lukt, een stukje verder. Dan adem je weer in. Zit. Adem uit. Rol. Goed wervel voor wervel. Achter je.
Adem in, kin in, navel in, lengte. Adem uit, lang. Laatste keer, zit, adem in. Adem uit, rond. En als je nu moe wordt en je zegt, ik kom haast niet meer omhoog, pak je knie. En laat jezelf even supporten door je been. En dan kom je naar, nu blijf je hier. Je loopt je weer eens naar achteren. En dan adem uit, kom je weer een stukje door. Je probeert die ruimte te creëren, die wervels, aanhechting onder je gebil, naar de hamstring. En als je goed je tenen poort, ontzie jij je knieën. Heb je kracht in je knieën, dan kun je ze altijd ietsje buigen. Goed, rond naar voren, zodat de bovenkant terug ontspant. Kin naar je borst, laat de nek mooi lengte creëren. En verdiep iedere keer als je uitademt, weer een stukje verder. En laat die spanning dan los. Span die buik. Dan adem je weer in. Je zet je schouders op zijn plekje. En zet de handen naast je billen. Schuif je billen nu iets naar voren. Zet de voeten plat neer, maar heupbreedte. Pak achter je knieën, kantel je bekken. Kin naar je borst, rol je rug mooi af. En dan komen de knieën gelijk mee. De knieën komen boven je heupen, dus niet je buik. Duw ze iets weg. Sluit, teen iets hoger. De armen gaan omhoog. Kin naar je borst, naar je strakke hoofdje, zodat je hoofd niet hangt. En dan kom je omhoog, lift. Armen gaan langs je heup. En nu sla je voor het gevoel op het water. De handrails. Je trekt die navel in, naar je wervelkolom. Bekkenbodemspier. Goed je koorspanning aanspannen. Kijk door je benen recht naar voren. Zodra je je nek voelt, heb je je hoofd te veel laten hangen. Trek je kin naar je borst. Kijk mooi naar voren. Schouders laag en sla op het water. Nog vier. En hou die buikspierspanning vast. Rustig ademhalen. Strek ze mooi door. Kin in, navel in, onderrug in de grond. Span die buik. Houd je buikspierspanning goed vast. Lengte in je armen en niet flup, handjes. Nog vier. En blijf ademen. Hou een voorrecht. Voorste been laat zakken. Mooi langs de grond, lukt het niet, licht gebogen. Span die buik, onderrug in de grond, hou hem vol. Kijk naar je knie, nek is lang, wisselbeen, continueer. Onderrug, span die buik, doe wat je kan. Wordt het te veel, mag je één hand ondersteunen. Als het even te veel wordt, maar blijf doorgaan. En schuin, sluit, point, mooi. Doorstrekken, denk aan de lengte. Lengte arm, lengte been, span. Kijk naar je buik, schouders laag. Trek je knieën iets in. Gek over je knieën naar je tenen. En hou kin, navel in, blijf doorgaan. Blijf ademhalen, span en adem. Heel belangrijk. Hou een vol. Vier. Nog drie. Nog twee. Nog 1, 2, 3, 4, pak. Ontspan je hoofd op de grond, knieën in, draai een klein rondje. Klein herstel voor je laag onderrug. Andere kant op. En dan gaan we door naar de leg circles. De leg circles komen ook altijd terug. Zet de voeten heupbreed. Jouw voorste been, teen omhoog. Jouw achterste been kan de knie open laten vallen. Wil je meer? Dan kun je je been neerleggen. Draai je knie iets uit zodat je natuurlijke stand krijgt. En je maakt van je vingers een driehoekje. Wijsvingers naar elkaar, duimen tegen elkaar. Leg die op je onderbij, onder je navel. Zodat je je buik voelt, hij is aangespannen, hij is plat. Maar je mag hem niet bol duwen. Daar gaan we. Dus leg circles, heupen parallel. Ontspan je schouders. Nek lang, hoofd op de grond. En de been komt naar mij toe, opzij, onderlangs. En dan mooi recht omhoog. Maar niets beweegt, alleen het been. Het doorbloedt het heupgewricht, het activeert de spierspanning. En het maakt het soepel en sterk. Deze komt ook altijd terug en soms in verschillende variaties. Maar het blijft een nekcirkel voor de doorbloeding van het heupgewricht. Nog drie, adem uit. En je ademt in op. En is de
ademhalen, net niet zoals ik het zeg, geen probleem. Het is de ademhaling die jij prettig vindt als je maar blijft ademen. Gebruik de ademhaling. Laatste keer. En adem op. Dan zet je hem neer. En dan maak je het dan weer mee lang. Je mag hem weer open laten vallen. Je kunt hem weer lang maken. Lengte in been. Driehoekje. Schouders ontspannen op de grond. Daar gaan we. Opzij. Om en langs. En weer op. Voel je nou dat het te veel spanning geeft in die onderrug? Probeer hem dan gebogen en dan weer omhoog te strekken. Dus dan mag je hem licht buigen. En dan blijf jij in jouw comfortzone. Waardoor je hem optimaal kan werken. En weer op. Gebruik je ademhaling. En zet hem niet vast. Hou goed die buikspierspanning vast. Voel dat je driehoekje nog gesloten is. En we gaan hem nog één keer doen. Dus onbalans. En weer licht. We zetten beide voeten plat neer. Je schutjes even lekker ontspannen los. En nu ontspan je ook in de heupjes en de bovenbenen. Dan gaan we nu door naar de series of 5. Dit zijn 5 buikspieroefeningen. Ik zet ze anker. Jij pakt jouw level. Je kan optie 1 je hand onder je hoofd ondersteunen, waardoor je hoofd niet te zwaar wordt als je voelt dat het een beetje te pittig wordt. Je kunt je hoofd neerleggen en de benen gaan door. Maar je mag ook zeggen, ik doe even helemaal niets, ik herstel. Ik draai een klein rondje voor die lage onderrug en ik ga weer door als ik hersteld ben. En dan doe je weer lekker met me mee. Jij doet wat jij kan. Luister naar jouw lichaam. Achterste been maak je lang. Voorste been trek je in. Je komt omhoog. Je voorste hand gaat buitenom. Enkel, hiel. Achterste hand, binnenkant knie. Je komt omhoog. Kin naar je borst, navel. En we gaan naar de single leg stretch. Hou vast. 4, 3, 2, 1. Wissel. 2, 3, 4. En 1, 2. Kin naar je borst. Adem rustig door in je flanken. Buik is plat. En in. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. En nu hier. 2 tel. In. 2. In. In, 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 in. En let op, span die buik goed aan. Singles. Neer. Dus dan maak je helemaal klein en dan maak je je helemaal lang. Slow motion in. En lang, lang, lang. En helemaal klein. Trek die navel een keer in. Lang, lang. Laatste keer slow motion in. En nu je twee tel. In, in. Lang. Lang, in, in, lang. En als je de ademhaling wil weten, mag je nu meedoen. Je ademt uit, adem in als je lang laat. Kin naar je hand en trek die navel goed in. In, in, en singles. In, en shoot, crunch, en shoot. Dus adem uit. In en in en shoot. Nog 8. Maak
lang, nog 7. En lang, nog 6. Hou vol, hè. Nog 5. Lid, nog 4. Strek uit, nog 3. Lang, nog 2. En nu de laatste. In, rug grond, armen naast je, bekken neutraal, span goed je buik, nek lang, flex je voeten, knieën boven je heupen, niet je buik, duw iets weg. Jouw voorste been laag, let niet op de grond, op wissel de lowering. Laag, is dit te belastend voor je onderrug, hand onder je billen, zodat je een klein steuntje en niet te hol gaat trekken. Laag, laag, span je werk. Laag, laag gaat het nog jongens. En laag, laag, op, laag. Houd je werk. En als je twijfelt, hand op je werk. Voel dat je maat spant. Ga langzaam single. Laag, en op, en laag, en op. En je pakt het onderste aanrichting. Onderste gedeelte van de rechte buikspier. Zorg dat je constant aanspant, zodat je die rug mooi stut. Ga niet hol trekken. En op, dan gaan we. Iets sneller. Alsof je in de lucht aan het baan. Rennen we dan. Walk, 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 walk. Vol. Nog 4. Nog 3. Hou die bek. 2. 1. Hou. Pontje in. Strek ze in je boek. Pak je voorste been. Neus naar je knie. Niet te veel trekken. Het is alleen maar vastpakken. Dit been mag zakken, want jouw mogelijkheid is. Te klein. Klein is level 1. Lager is level hoog. Doe wat jij kan. Neus naar je knie. 4, 3, 2, dubbel streep. 4, 3, 2, wissel. 4, 3, 2, en wissel. Hou die kin aan je borst. En wissel. Trek die navel in. En wissel. Blijf rustig ademhalen. En 4, 3, 2, en nu 4, 2, 2. Hou vol. 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En 1. Yes. Achterste been lang. Spiegel het knieën. Vingers bij je slapen. Kin naar je borst. Rond omhoog. Draai naar mij toe. Elbow naar je knie. Hou vast. Onder schouder van de grond. De crisscross. 4. 3. 2. Je wisselt een schuine buikspier. En hou de heupen parallel. Twist vanuit je knie. En 4, 3. Schouder van de grond. 4, 3, 2. En wissel. 4, 3, 2. Je wisselt. 4, 3, 2. Laatste viertel. Kom die naar je tweetel. In, 2. In, 2. In. En in. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En gaan we de cirkels. Gaat ie, kom op. En in, in. 8. 7. 6. Hou vol. 5. Het lukt. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En 1. Yes. Knieën. Klein herstel. Even lekker herstellen. Andere kant op. Nou, we hebben nu een platte buik. Gaat helemaal goed komen. Pak je blok.
zit. We gaan naar de zij liggen. Je komt op je zij. Je maakt je armen lang. Je kunt hem neerleggen. Je kunt je arm intrekken. Je mag je hand onder je hoofd, maar hou de lengte in je nek. Trek je schouderbladen bij elkaar. Open je borst. En dan maak lengte in beide benen. Jouw bovenste been maak je altijd iets langer, zodat jij je heupen parallel trekt. Boog beide benen op, iets naar voren. Kijk even naar je voeten, die moet je zien. Nu lig jij stabiel. De vingers mogen voor je onder de borst. Je kunt handen in je taille doen en ben je gevorderd hand achter je hoofd. Jouw keus. Dan knijp, lengte, span. Je bovenste been op, onderste been sluit. Hou beide neer. Op, sluit. Hou beide neer. Op, sluit. En je werkt met je eigen spierspanning. En hou constant je lengte in je koorspanning. En je adem. En op, sluit. Hou beide neer. Trek je in. Bovenste hand duwt je omhoog. Kom mooi op je elleboog. Goed schouder boven je elleboog. Open je borst. Zorg dat de bovenste knieën misschien één geheel zijn. Dus niet die helemaal daar. Trek hem iets omhoog. Dan pak je heup in de liefste mond. Hand gaat op je zijkant mee. Beide benen op. Licht en houd. Je ademt in. Als ik mijn bovenste been lang maak, dan kan ik het corrigeren.
waar jij wilt. Hier, op daar. Lengte, nek, we gaan. Op, sluit, haal. En neer. Op, sluit, haal. En neer. Op, sluit, haal. En neer. Op, sluit, haal. En heb je willen. Op, sluit, haal. Neer. Op. Dat feels good! En neer. Op, sluit, haal. Laatste, hou hoog. Op, sluit, blijf. Point 1. Hou. Bovenste been voor. Langzaam achter. Hou die lengte. Hou die koorspijn. En blijf ademhalen. En voor en achter. Nog 4. Terug. 3. Terug. 2. Terug. 1. Sneller. 8. 7. 6. 5. Hou vol. 4. 3, 2, 1 en sluit. Wijd, knijp, wijd, knijp, wijd, knijp, wijd. Nog 4 en 3, nog 2, 1, tempo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hou. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Onderste been in, bovenste plat, binnenkant voet. Duw jezelf omhoog. Goed je elleboog onder je schouder. Duw die borst op. Knie en knie, één geel. Hand, heup op. Mooi zijkant. Lift je borst. Hand, zijkant. En dan gaan we. Adem in. Op. Mooie cirkel onder je oksel. Adem. Op. En neer. Komt weer. Lift. Oksel. Op. En neer. En op. Oksel. Adem. Op. Adem uit. Laatste. Op. Onder. Op. Blijf. Acht. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Draai naar je elbows. Kom op je knieën. Elbows goed onder je schouders. Vuist op hand. Net lang. Kin zit. Je mag op je knieën, maar durf niet hol die bol houden en trap. Je kunt je tenen krullen. Ha. Mooi lengte. We gaan naar de knee jog. Knie. Op. Knie. Hou die lengte, span die buik, knie op. Is dit te belastend? Vanaf je grond. Op, neer, op, neer. Nog 4, nog 3, nog 2. En ga snel. Op, op, andersom. Doe wat je kan. Jouw keus. Span die buik. Adem door. Nog 8, nog 7, nog 6, nog 5, nog 4, nog 3, nog 2, 1. Hou. Hou vast. Hou die koor. Lengte. Spannen. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Knieën grond. Binnen helemaal naar achter. Armen dan. Klein herstel. Even ontspannen. Adem uit en laat het even los. Nog een keer goed uitademen als je verdiept. En laat het los. Span je buik, je rolt op. Kom op je buik. En maak lengte. Lengte in de armen. Lengte in de benen. Knijp je billen.
Nu zorg je dat je niet omhoog gaat. Je gaat je nek afknellen. Je krijgt last. Je moet die doorbloeding blijven behouden. Dat doe je door je nek, je kin naar je strotoogje te trekken. Lengte van de stuit naar kruin. Je maakt een lengte, armen gaan naar achteren. En dan vouw je ze over je billen. Sluit je voeten. Hou hem vast. 4, 3, 2, 1. Langs je lichaam naar voren. En beide neer. Je pakt de rugspier. Laag onder de rug, bovenkant terug. Je maakt je lengte in. Adem uit. Pak. Trek je schouderbladen. Lift. Lift de kin in. Nog 4, 3, 2, 1. Naar voren. En weer. Doe er nog 2. Adem in, lift. Mooi naar achteren, schouders. Trek over je billen en dan spuk nog een stukje weg. Lift de benen. Nog 4, 3, 2, 1. Naar voren. En laatste keer. Lift. Achter. Trek. Schouders. Verstop. Kin in. Navel in. Nog 4, 3, 2, 1. Handen even onder je schouders. En kom even. Kost op je schouders. Kijk dan. Is de baby komen. Weer hier weer. Schouders. En nu mooi. Neemt die nek. Voel die laag onder. Je ademt uit. Je laat hem los. Ontspan nu de billen en de benen. Lift. Hou hem bij baby komen. Adem in. Je mag meer. En voel die laag onder. Ontspan je billen, ontspan je benen. Adem rustig door. Adem uit. Laatste keer. Daar gaan we. Adem, gebruik die adem. Als je wil, nog iets meer. Voel de onderkant terug. Houd die voorspanning, ontspannen. De billen en de benen. En als tegenstrijd je handen onder je schouders, knieën onder je heup. En dan maak je de ketstretch, handen iets dichterbij. Kantel je bekken, kin naar je borst, rond, nog ronder, nog ronder. Goed die onderrug, neutraal. Goed alsof je een stomp in je maag krijgt. Kin naar je borst, nog 4, nog 3, nog 2. Handen gaan iets wijder. En nu mag je vanaf de knieën, optie 1. Je kunt de knieën naar achteren, optie 2. Kruis. En je mag op je tenen, optie 3. We gaan naar de push-up. 2, tal weer het bovenlichaam. Span je buik. 2, tal op. Diep, diep, op. Op. Diep. Span. En als je meer wil, goed je drieën naar je billen. Op, op, diep, diep. Goed, met je handpalm duwen. En hou die lengte in je rug en in je nek. Span die buik. Op, op, en ga naar je singles. Wordt het te veel? Op je knie, onder je rug. En je pakt het eerste level. Je mag ook op je teen, jouw keuze. Op, diep. Op, nog 4, nog 3, nog 2, en 1, en nu weer billen, knieën mooi wijd. Nu lopen de armen naar voren, je zet je billen tegen je hielen, en je zakt met je borst naar de grond. Loop met je handen iets naar voren, met je voorhoofd op de grond, en nu open jij ook de voorkant bij je borst en je schouders. Nog 4, nog 3, nog 2, span die buik, je rolt op, schouders op, zijn plekje, gaan we naar de rug, benen weer een beetje voor op je matje, zet hem weer heupbreed, weer iets naar voren, kantel je bekken, pak vast, rol hem af, dus goed die bekken er mooi, rond, kin, rol, en nu
Nee, Tenek. Dan leg je je hoofd neer. Dan voeten dichtbij. Jouw vingertoppen moeten de hielen aan kunnen tikken. Dan rol je heup omhoog. Je vouwt je handen onder je billen. Je trekt je schouderbladen bij elkaar. Je lift je heup. En de knieën wijzen recht naar voren. Laat ze niet uit of naar binnen hangen. Mooi lengte aan één heup knie. Ja, dan gaat jouw voorste been. Strek uit. Trek in, zonder dat er iets beweegt. Houd je heup omhoog. Strek uit. Is dit te belastend? Mag je heup ondersteunen? Ja, doe. Ja, in. En neer. En uit. En neer. We pakken de rugspier. Lang. En goed die schouders. Borst op. Strek. Trek in. Strek. En laatste keer. Uit. Hou. Je rolt naar de bal van je voet. Hiel op. Alleen de hielen neerhouden en omhoog. Hielen op. We activeren weer die kuit. De voet zo. Hielen op. En weer mooi neer. En op. We gaan iets sneller. Kom maar. 8. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Hou omhoog. Knijp in. In. En los. Knijp. En los. Je activeert je onderrug en die bilspier. Heb je nu last? Niet te veel knijpen. En los. 4. En los. 3. En los. 2. En laatste. Hou vast. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Handen los. Hielen neer. Rustig naar beneden. Knieën in. Pak. Draai een klein rondje. Klein herstel. Andere kant op. Dan gaan we tenen tegen elkaar. Pak buitenom. Je wilt op. En je zit. Maar je mag je tenen niet aan de grond. We gaan naar de ziel. Je rolt. Rolling like a ball. En rol. En hou. En rol. En hou. En je doorbloedt je rug. En je zorgt dat we hebben hard gewerkt met je rug. En je gaat nu zijn afvalstoffen lekker weer wegwerken. La. En laatste. Kom maar op. La. En hou. En ik pak je hier. Lift je borst. Je mag 90 graden. Hij mag in 45. En dit is de boot. Schouders laag. Hou vast. Nog 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Nog 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Knieën. Voet lift je weer. En je benen ontspannen naar voren. Je mag ze wijd. Je mag ze smal. Je ademt in. En je rolt naar voren. En je loopt met je handen stukje voor stukje naar voren. En je laat die spanning nu heerlijk los. Jullie hebben super gewerkt. Even loslaten. Even herstellen. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Spank je buik. Je trekt je schouders op. 8. Kruis even je enkels. Pak je handen. Borst op. Open de borstspier. Hou je nek lang niet omhoog. En licht. Nog 4. 2. Ontspan. Draai naar mij. Hand over je knie. En de hand achter je licht. Vanuit je taille twist, kijk naar mij. Mooie rotatie voor die wervelkolom. Herstel in de laag onderrug. Schuine buik zie je. Goed indraaien. En je kin gaat naar je achterste schouder. En dan pak je je nekwervels erbij. 4, 3, 2. Ontspan.
andere kantje. En je maakt eerst een lengte. Hou de heupen neutraal. Vanuit die taille draaien. Goed eerst de schouders parallel. En als het lukt, komt jouw kin. Die draait naar achter. Goed die kin naar je achterste schouder. Doe wat je kan. Als het pijn doet, geen draai doen. Luister naar je lichaam. En ontspan. En dan, lieve mensen, adem in. En je maakt lengte. Adem uit. En dank jullie wel voor jullie harde werken. Super gedaan. Je kunt er trots op zijn. Blijf gezond door gezond te eten, goed te slapen en goed te bewegen. Heel veel plezier met deze les. Dikke knuffel. Ik hoop jullie snel weer te zien.